Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ga even uitstrekken. Ik ga met Sanne afspreken en ik moet nog even naar de Jamin, want ik heb heel veel zin om die chipjes daar weer een keer te halen. Ik ga even kort naar Gerald en vanavond moet ik werken bij de IJsselon. Jee. En nu opstaan, even kleding zoeken. En, want ik weet niet wat voor een raar weer het vandaag weer gaat worden. En make-up opdoen en eten. Honger. Nou, de outfit van vandaag, dames en heren. Ik heb even gedoucht, dus mijn haar is nu helemaal nat. En mijn mascara die er nog op zat, die zit nu onder mijn ogen. En verder is het gewoon een witte blousejurk met een goud riempje en mijn witte sneakertjes. Yay! Dit jurkje is ook van Shine, by the way. Love it! Verder ga ik hier wel nog een jasje op aantrekken, denk ik. Want ja, het is nog steeds Nederlands weer. Kijk mij met mijn swaggy rode outfit. Die tas kleurt er echt precies niet bij, eigenlijk. Oké, ik denk dat het toch een ander jasje wordt, maar ik vind hem wel heel leuk. Eventjes een simpel ontbijtje vandaag, want ik heb geen tijd, want ik moet nog eventjes editen. Make-up zit erop en I'm gonna go. Lol, ik ben vergeten mijn haar te kammen. I am such a drolletje. Hoppa. Haha, mijn haar ziet er echt... niet uit eigenlijk. Maar goed, doe ik daar wel even bij Gerald. Kijk iemand mij echt vol akkoord aan. La 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 la. Oh ja, ik doe dat heel graag, want ik vind mijn lippen altijd veel mooier als ik een lipgloss op heb. Maar als er iets is waar Gerald een hekel aan heeft, is het make-up. Vooral als hij dan geen kusje kan geven. Lekker plaksmol. Weet je wat ik best wel zou willen als ik later groot ben? Nee, grapje, nu al. In een girlband zitten ofzo. Gewoon met meerdere meiden. Lekker muziek maken, leuke videoclips maken en zo. Het lijkt me echt super dik. Dus wie wil er met mij een girlband beginnen? Laat het me weten. Sluit in mijn DM. Of reageer hieronder. En ik ben bij Gerald. En de helft van mijn haar is al een beetje opgedroogd. Dus ik ga daar even kammen. Even Gerald een kusje geven. En dan weer door naar Sanne. Ik kan niet wachten tot de lunch uit is. Dus ik eet lekker biefje wasje. Ja. En ik zit weer in de auto. Onderweg naar het citycentrum. Want we gaan lekker lunchen bij Ludiek. Even niet al te hard in de bosjes gaan. Let's go, let's go. Liedje. Ja, nou, ik ben er dus even parkeerding aanzetten en bestelling lunchen. We hebben eindelijk kunnen kiezen. Hè, Sanne? Echt, hè? Ja, het heeft heel lang geduurd. Ze hebben al 3 keer aan ons gevraagd wat we willen. Ja, nu hebben we eindelijk iets gekozen. Wat ga jij nemen? Ik neem, hoe heet dat alweer? Laat hem niet vallen, anders is het een biefstuk. En ik neem die, hoe heet het? Hoe heet die? Sizzle net niet. Sizzle net niet. Witte wel. Witte wel of witte niet. My food. Yummy. Sommers food.
Lekker. I'm such a bad girl. I'm such a bad girl. Ik moest en zal natuurlijk weer even langs de Jamin. Echt slecht. Nou, ik zit weer in de auto. Het was echt super gezellig met Sanne. En ik kon mezelf natuurlijk weer niet in bedwang houden. Ik moest eventjes langs de Jamin. Want dit vind ik echt super leuk. Ik hou echt van chipjes en gekke chipjes. En Cheetos zijn echt gewoon my favorite. En toen zag ik van die fluff shit staan. Van die marshmallows die ik net ook heb laten zien. Van die marshmallow shit die je op je brood kan doen. Dus Gerald vindt dat heel erg lekker. En ik dacht, dan ga ik die even meenemen. En die heb ik net eventjes bij hem afgegeven. Vond hij ook wel leuk. Ook een kleine verrassing. Dus nice. En ik ging die dingen afrekenen. Ik ben even half aan het praten omdat ik half aan het rijden ben en nog enthousiast ben. Dus maar ik moet even rustig praten, anders dan snappen jullie daar ook geen zak van. Joehoe, het is groen, even doorrijden. Maar dus ik had die dingen, die marshmallows, die ging ik afrekenen. En hij zegt tegen mij, moet je een lepel hebben? Dus ik denk, moet je een lepel hebben? Ja, sommige mensen doen dat gewoon. Dus ik keek Sanne ook aan en ik denk, Dus mensen gaan gewoon naar de Jamin en die halen zo'n pot met van dat shit wat je op je brood doet. En die gaat gewoon zo op zitten vreten. Net als dat je naar de Nutella gaat en vraagt om een lepel, zodat je je Nutella naar de Nutella gaat. Oké, Christy, even rustig. Net als dat je naar de Albert Heijn gaat en een Nutella pot koopt en dan vraagt om een lepel om die uit te lepelen. What the hell? Maar oké, ieder zijn ding. Leuk toch? What the fuck? Oh my god. Er is echt een mongool daar op de weg. Het slaat echt helemaal nergens op. Hij ging echt zo opeens zo voem voor mij. Ik moest gewoon echt op de rem langs knallen die bijna tegen me aan. Hij doet het gewoon voor mij, doet hij het nog bij 3 keer mensen. 3 keer mensen. Ja, what the fuck? Holy shit. Ik schrik me kapot, joh. Oh, er zitten echt gekken op de weg. Soms snap ik dat echt niet. Ik snap wel dat mensen soms te hard rijden. Ik bedoel, dat doe ik ook wel eens. Maar dat je zo mongolisch mensen gaat afsnijden. En ook gewoon, kijk, een foutje kan gebeuren, hè. Dat je dan aangeeft van, oh sorry of zo. Maar je doet gewoon, hij doet gewoon nog 5 keer. Wat gek. Oh, ik wou eigenlijk bijna gaan toeteren. Maar ik ben niet echt een toeterpersoon. Ik vind dat een beetje, dan laat ik andere mensen ook weer allemaal om me heen schrikken en zo. Dus dat wou ik niet doen. Maar jongen, ik had echt adrenaline. Niet normaal. Holy shit. Dus onderweg naar huis. En thuis ga ik even omkleden. Een lange broek aan doen. Want ik moet werken. Yeah, yeah, yeah. En ja. Het is niet per se koud. Het ziet er wel een beetje koud uit buiten, vind ik. Dus ik weet niet of het druk zal zijn vandaag. Ik denk gewoon een beetje basic. Dus gewoon relaxed werken. Ik moet ook nog even kijken met wie ik moet werken trouwens. Misschien moet ik wel alleen. Makkelijk. Lekker ijsjes scheppen en probeer niet zelf op te eten. Dit vind ik zo'n goed liedje. Ik vind dit liedje dus echt, ik kan echt heel emotioneel worden van zulke liedjes. Het raakt je zo erg als ze die dingen zeggen, vind ik. Tenminste, mij heel erg. Omdat het gewoon zo'n probleem is tegenwoordig. Iedereen vindt zichzelf zo niet goed genoeg. En dat vind ik zo erg. En ja, ik ben er zelf ook wel schuldig aan natuurlijk. Maar als je wat ouder wordt, tenminste heb ik het idee, ga je beauty zien in andere dingen. Dus hoe je van binnen bent, hoe je het doet voor anderen, hoe je omgaat met mensen. Daar zit ook bepaalde beauty in. En je gedachten over iets. Maar op jonge leeftijd merk je dat zo niet en ben je zo vet onzeker. En er zijn nog steeds mensen op mijn leeftijd ook echt vet onzeker. En dat vind ik zo jammer. En dan die dingen, als zulke liedjes als dit raken me dan echt heel erg. Maar goed, goed verhaal. Weten jullie het ook weer. Maar het is ook echt wel een, het is echt een maatschappelijk probleem eigenlijk gewoon. Vind ik, denk ik. Voor de jeugd. Vooral voor meiden, maar ook echt zeker voor jongens.
Dat is echt gewoon niet normaal. Iedereen is zo vet onzeker en het zou gewoon niet moeten op zo'n jonge leeftijd, zeg maar. Dat zoiets je leven gewoon leidt. Dus ja, ik denk dat influencers over het algemeen ook daar wel een beetje een rol in spelen. En ik merk wel dat tegenwoordig steeds meer bedrijven ook met normale modellen werken. In plaats van zo dun en helemaal perfect en photoshopt van hier tot en daar. Maar ja, nog steeds doet iedereen wel van... Dus ook gewoon mensen die ik ken, zetten dan gewoon op hun Instagram een foto. En nou ja, ik bewerk het ook met filters en zo. Maar ik ken ook gewoon mensen die het bewerken met dat ze hun neus kleiner maken. En dat soort dingen. En dan denk ik, ja, waar gaat de wereld eigenlijk heen als iedereen daar aan het doen is? Ik heb zelf ook wel eens een keer gekeken van, wow, hoe ziet dat eruit als mijn neus nou kleiner is? Dan denk ik, ja, nou ja, dat is wel mooier natuurlijk. Maar ik ga dat niet op mijn Instagram zetten, want... Dan lacht iedereen toch vierkant me uit als ze mij in het echt zien of niet dan. En dan word je onzeker. Want dan gaan mensen zeggen van, oh, je ziet er online wel anders uit dan in het echt. Ja, dat is wat Instagram soms kan doen. Vind ik very sad. Maar ik merk dus dat echt wel veel influencers en zo gewoon de normale kant laten zien tegenwoordig. En dat vind ik wel heel mooi. En ik laat jullie ook altijd mijn blote billen gezicht zien. I am home. Yay. Oh. En ik ga vandaag naar mijn werk met deze outfit. Gewoon even een zwarte, simpele broek van Vero Moda. Met mijn wedgies, want die vind ik heel fijn lopen. En ik heb straks gewoon mijn werkshirt aan. Dus dan heb ik gewoon voor nu heel eventjes een simpel shirt aan. Dat is eigenlijk een mannenshirt van de Bershka. En dit super cute leren jasje van de Shubi. Yes. En voor avondeten maak ik deze nog heel eventjes snel warm. Dat is met spinazie. Super lekker. Ik heb niet zo heel veel tijd, want ik moet er zo wel zijn. Dus ik maak ze gewoon even warm en dan doe ik ze even in een bakje en dan neem ik ze mee. Yummy! Ik moet vandaag in mijn eentje sluiten. En ik ga wel eventjes avondeten, want het is vrij rustig op het moment. Kijk! Yay! Yum, yum, yum. En ik zit weer in de auto. Lekker naar huis, eventjes mama een ijsje geven en daarna ga ik naar Gerald, want die vroeger ook bij me wou blijven slapen. Yay! Ik ga niet los. Yeah! En we zitten weer in de auto. Even licht aanzetten. Ik was even aan het rennen, want... Ik was een tas vergeten. Ik vergeet echt altijd iets. Dus ik moest even snel terugrennen om die tas te halen. Nou, het lijkt net alsof ik helemaal geen haren heb. Fuck lelijk. Nee, ik heb al haar hier. Dus ik ben nu onderweg naar Gerald toe. Ja, dat was het eigenlijk. En als ik dadelijk bij Gerald ben, is hij nog niet thuis. Want hij heeft vandaag zijn eerste schooldag gehad op HBO. En ja, dus dan is hij nog niet thuis. Hij komt denk ik een half uurtje later of zo. En ik ben dus van plan om lekker gewoon dus onze serie die we aan het kijken zijn klaar te zetten. Ik heb chipjes mee van Jamin. En wat heb ik nog meer? Oh ja, ik heb ijs van de ijssalon meegenomen, want hij houdt daar ook heel erg veel van. En ja, gewoon even een beetje clean, een beetje gezellig maken. Lekker mijn onesie aan, dekentje erbij en dan gezellig een avondje voor ons. Kijk eens aan, onze serie staat klaar. Een bakje chips. En ijs staat natuurlijk in de vriezer, want anders dan smelt hij al. Ik weet niet hoe laat hij er precies is. En nu nog even een drankje doen. Oké, ik heb dus toch ietsje meer uitgepakt dan de planning was. Hihi. Nou, alles is opgegeten. Wij gaan lekker slapen.
Welterusten, bedankt voor het kijken en tot morgen.